Op de Gouverneur Loverschool staan wij voor kwaliteit van het onderwijs. Uitgaande van het gegeven op basis van 35 jaar onderzoek in het onderwijs, kan gezegd worden dat van alle invloed die scholen hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen, 66% van het effect door de leerkracht bepaald wordt. De belangrijkste factor voor leerlingssucces is de kwaliteit van lesgeven. Hoe beter de instructie is, hoe hoger het leerrendement en hoe minder storend het leerlinggedrag is. Hoe beter de didactiek, de werkvormen, hoe hoger het leerrendement. Om het lesgeven te structureren, hebben wij gekozen voor DIM en activerende werkvormen. DIM staat voor directe instructiemodel. De redenen voor het gebruik van de activerende werkvormen zijn: de instructie wordt effectiever en aantrekkelijker. De cognitieve en sociale vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd. De activerende werkvormen zorgen tevens voor een positieve sfeer in de groep en werken als energizer. Dus, leraren maken het verschil. Een goede leraar kan heel veel problemen opvangen en oplossen. Dat doet hij door een krachtige omgeving waarbij hij in staat is rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen. Nou, DIM is een nieuwe stijl van lesgeven en ik ben blij met die nieuwe stijl, want door die stijl zie ik dat de kinderen beter gaan meedoen. Ze zijn actiever bezig, minder klassikaal bezig, meer in groepjes werken, meer andere dingen doen. Dat heel belangrijk zijn, dingen ontdekken zelf en dat maakt het heel interessant. Welkom Kisali, welkom. Oké, Lisa, jij mag gelijk alle kaartjes weer ophalen en inleveren bij mij. Kisali, jij mag de rode en de groene kaart. Geef één kaart aan iedereen. Eén rode en één groene. Klassenboek van 1A. Oké, presentielijst. Lishaina. Lishaina is er niet. Oké, Kuyandra. Afwezig ook Juliette. Whitney. Leila. Uriel. Josetti. Oké, thanks. Tijdens de vorige les hebben we het gehad over cellen, plantaardige cellen en dierlijke cellen. We gaan heel eventjes kort herhalen wat we vorige keer hebben gedaan op de volgende wijze. Iedereen heeft een rode kaart en een groene kaart. Ja? Let heel goed op. Groen betekent ja, rood betekent nee. Herhaal, groen betekent ja, rood betekent nee. Groen betekent ja, rood betekent nee. Oké, ik stel jullie nu 5 vragen en je geeft antwoord door je kaart op te steken. Dus als het antwoord ja is, dan zie ik een groene kleur. Als het antwoord nee is, dan zie ik een rode kleur. Let op. 1. Zijn cellen van mensen dierlijke cellen? Steek je kaart op. Ja, correct. Doe het neer. Tweede vraag. Hebben dierlijke cellen een celkern? Je moet snel zijn, want iedereen let op elkaar.
Hé, jij weet het niet, groen en rood. Jij weet het ook niet, het is ja, groen is goed. Als je kijkt, if you have a look at the blackboard, I wrote down what we're going to do today. First, we're going to check homework. This was your homework. This I have done already. Then, second, we're going to make a text on page 160, exercise 2. And then, we're going to work on our laptops for the speaking exercise. For your speaking topic. And now I want you to write down your homework for Monday for the next time. December 8th, page 160, exercise 1, page 166, exercise 1 and 2. Kiona. Misschien zou dat een kerstkaart. Wat, een kerstkaart. Als je wou. Ja? Met welke techniek, met welk werk hebben we, moesten we die kaart maken? Ed Rijden. Met die vouwdruktechniek. Ja? Oké. Okay. Dus als je vorige week bent begonnen, dan ga je vandaag verder met je vouwdruktechniek. Je gaat uit je vouwdruktechniek ga je verschillende figuren knippen, plakken, netjes doen, afwerken. Je kunt afwerken met gekleurd papier, je kunt afwerken met kleurpotlood, je kunt doen met stiften. Ik heb alles hier op tafel, de lijmen zijn ook hier op tafel. En aan het einde van de les ruimen we alles op. Nu heb ik twee leerlingen nodig om mij te helpen met de spullen uit te delen. Oké, Dishon, Huntuku, Kurigian, Tabini, Region. Dishon, Kurigian. Als je je werk krijgt, ga je gelijk beginnen. Dan kom ik zo meteen langs. Zag je dat die bomis? Abie? Ik heb op het bord natuurlijk opgeschreven wat jullie moeten doen, dus dan kun je altijd op het bord even kijken. Ja? Ik heb een planning op het bord gezet. Als eerste, wat ik als eerste ga doen, ik ga de namen doornemen. Ik heb de planning dit keer op het bord gezet. Nadat ik de namen heb doorgenomen, gaan we het een klein beetje hebben over de vorige les. Ja, daarna ga ik vertellen, moet ik even kijken in jullie schriften waar we zijn gebleven. Eén momentje hoor. Want dan ga ik vertellen wat we deze les gaan doen. Ja, hoe gaan we aan de slag? Dat weet ik al wel. We gaan aantekeningen maken. Ik geef aantekeningen. Jullie maken notities. Aan het einde herhalen we een klein beetje wat we hebben gedaan. We evalueren wat we hebben gedaan. En dan de volgende les hebben we een proefwerk. Dat kan ik nu al, dat kan ik nu al op het bord zetten. Dat is een proefwerk morgen. Ja, yes? Zie 1 tot en met 4. Over welke les heb je het? Kijk, Theos. Was dat les 5? Heb je de vraag, ja. Hebben we de vragen niet afgemaakt? Ja. Oké, dan gaan we de vragen als eerst afmaken. Ik ga eerst de namen doornemen. Oké? Maar één ding moet ik wel zeggen. De toets, het proefwerk, gaat over les 1 tot en met 4. Ja? Wij gaan gewoon verder met de lessen, omdat tijdens de proefwerkweek krijg je alle lessen in de toets. Maar het proefwerk van morgen gaat over les 1 tot en met 4. Niet meer.
Je hebt je eten op tafel. Om te schrijven krijg je straks een blaadje van mij, oké? Boom. We kijken allemaal naar het bord. Iedereen let op. We kijken allemaal naar het bord. Op het bord zien we hier staan 6 puntjes. Dat betekent we gaan een woord moeten vormen. Dat bestaat uit 6 letters. Ja? Oké. We gaan het per groep doen. Elke groep leest een letter of zegt een letter. Of één persoon uit de groep, ik geef beurten, zegt een letter. Als de letter goed is, ga ik op de juiste plaats zetten. Duidelijk? Als je letter hebt genoemd, bijvoorbeeld letter Z, ik zeg maar wat. Dan ga ik het zelf op de juiste plaats zetten. Dus elke groep komt maar één keer aan de beurt. Ik geef steeds aan één persoon uit de groep de beurt om een letter op te zeggen, op te noemen. We beginnen aan deze kant. Jonathan. Huh? Ah, Jonathan zegt letter A. Sorry hoor mensen, ik heb een fout gemaakt. 7 letters, hoor. Sorry. Jonathan zegt letter A. Mitchell. Hij gaat hem zelf proberen. En ik zeg nee. Die van Palenburg is slimmer dan jullie. En ik zeg nee. En ik zeg nee. Hij zegt letter S en ik zeg nee. Ik maak het moeilijker voor jullie. We gaan naar deze kant. Ja. Ik heb het moeilijk gemaakt voor jullie, hè? Dat blaadje mag je zetten. Dat blaadje mag je laten. Aha. De? P. De P. Nee. Oh, geen P. Kiyomi. Oh, geen U. Hm, en nu zijn ze helemaal in de war geraakt. Hoe maakt het daar? Inhoud, dat is IN. Eenheid, dat is kubieke decimeter. Maar mensen, in die kolom moet ik die dingen in de afkorting krijgen. Hè? Dat heb ik gevraagd. Zie je, dat heb ik gevraagd. Afkorting. Je kan niet, pardon. Je kan niet gewoon zomaar hele ding zo schrijven, vierkante meter. Nee, toch? Je moet die afkortingen gebruiken tijdens het gebruiken van je kolom. Dus bijvoorbeeld, ik geef één voorbeeld. Kubieke decimeter. Wat is de afkorting van kubieke decimeter? DM en die 3. Dus dat moet je in je kolom hebben. Oké, stop. Dat is dus basisstof 1. Wat gaan jullie nu doen? Samen met je groep ga je de volgende opdrachten maken. Opdracht 1, 2 en 3. In je schrift. Ja, het begint op bladzijde 148. Je mag in groepjes werken, dus je mag met elkaar overleggen. Dus je mag met elkaar praten. Daar krijg je 5 minuten de tijd voor. Gewoon afmaken, oké. Oké, iedereen. 1B. Alles uitmaken.
opruimen en even luisteren iedereen. Ik wacht tot iedereen klaar is met opruimen. Het moet wel even stil zijn, want ik heb een paar vragen. Laat maar alles, als het nog niet uit is, ik wil even naar de vraag. Iedereen zit en luistert naar mij. Iedereen zit en luistert naar mij. Stop met alles waarmee je bezig bent, heel eventjes. Charmaine, pas op de grond, luister even naar mij. Stop alles. Shania, pas even op de grond. Goed. Als je antwoord is ja, dan sta je op. Als je antwoord is nee, dan blijf je zitten. Ik stel een paar vragen, heel kort over de les, ja? Dus wat is het, Rodney, als het antwoord is ja, wat moet je doen? En als het antwoord is nee, Alicia? Oké, de tekst van vandaag vond ik moeilijk. Goed zo, ik dacht al dat jullie het makkelijk zouden vinden. Volgende keer wil ik graag een moeilijke tekst. Moeilijkere tekst. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, gaan jullie zitten. Ik heb te weinig tijd gehad om te werken aan de speaking opdracht. Ben ik ook met jullie eens. De volgende keer werken we langer eraan. Gaan jullie zitten? Vandaag, ik ben nog niet klaar. Vandaag ben ik heel lief geweest tijdens Engels. Dat vind ik ook hoor. Gaan jullie zitten, de leaders. Wie zijn de leaders? Steek je vingers op. Steek je vingers op. Ga zitten en steek je vingers op. Oké, de leaders mogen nu het pakje met foil openmaken van elke groep. En iedereen één geven, omdat jullie lief geweest zijn vandaag. Ja, wel met de handen in de lucht, ja? We leren iets nog. Oké, okay, we hebben iets meer geleerd. Oké, okay, Janazir? De les is goed gegaan. De les is goed gegaan. Wat vond je goed van de les? De les was goed, maar wat was goed van de les? Was het interessant? Oké. Okay. Nikki? Dat er meer rust in de klas was. Dat vond je, vooral de rust in de klas vond je heel goed. Oké. Okay. Goed. Rij maar op en succes vandaag. Voordat we opruimen, volgende les hebben wij een excursie. Dat betekent, ik verwacht dat iedereen aanwezig is. Want zoiets kunnen we niet inhalen. Je komt op tijd op school met je gymkleding, met je gymtas, met je boterham en je drinken. Je krijgt daar fruit, je krijgt daar water. Neem een potlood mee. Waarom? Want we gaan naar de haven. Daar gaan wij opdrachten uitvoeren. En het komt heel vaak voor dat als je een pen meeneemt en je staat daar te schrijven, je pen doet het gewoon niet. Neem altijd een potlood mee. Oké? Jongens, bedankt allemaal. Je mag opruimen, schuif je stoel netjes aan en je mag naar je volgende les. In het begin was het een beetje moeilijk om het te kunnen hanteren, omdat iedereen, dus alle docenten, hebben hun eigen manier om les te kunnen geven. Maar in principe, DIM is niet om die manier om les te geven te kunnen veranderen van die docenten, maar
alleen om een bepaalde structuur te kunnen zetten. Iedereen heeft een eigen manier om les te geven. Maar in die 7 stappen komen al die manieren terug. Dus we structureren gewoon alleen maar die manieren om team te kunnen, om les te kunnen geven. Dus ik zie wel die verschil nu vanaf vorig jaar tot nu toe.